Wij zitten hier in het Experience Center van KPN in Zoetermeer. En het feit dat wij een treincoupé hebben nagebouwd, geeft al aan dat wij denken dat technologische innovatie heel veel impact heeft op het openbaar vervoer. ICT staat voor ons voor bereikbaarheid en samenwerking. En die zijn alle twee van cruciaal belang voor het OV. En als we denken aan OV-chipkaart 2.0, als we denken aan reizigersinformatie, als we denken aan nieuwe verdienmodellen, aan een veilige treinreis, dan speelt ICT een hele belangrijke rol. Openbaar vervoer is een belangrijk sector voor KPN. KPN en het OV verbinden en vervoeren samen Nederland. Zo zien wij onze rol. KPN wil ook heel graag een bijdrage leveren dat in de toekomst meer mensen gebruik gaan maken van openbaar vervoer in plaats van de auto. De reiziger maakt die keuze alleen als hij zich prettig en comfortabel voelt in zijn reis van bestemming tot bestemming. De slimme technologie en de huidige ontwikkelingen op technologisch gebied en op ICT-gebied maken het mogelijk. KPN, met zijn expertise op het gebied van ICT en dienstverlening eromheen, kan daar een behoorlijk bijdrage aan leveren. Wij zien dat partijen binnen openbaar vervoer steeds meer de samenwerking zoeken ten behoeve van die reiziger. Het gaat allemaal om de reiziger, om die zoveel mogelijk comfort en veiligheid te bieden in openbaar vervoer. KPN, met haar expertise op het gebied van ICT-technologie, kan dat bieden. Samen met openbaar vervoer kan KPN een boost geven aan de actuele thema's die op dit moment een rol spelen in openbaar vervoer. Denk hierbij aan reisinformatie, veiligheid, maar zeker de ketenintegratie binnen het openbaar vervoer zelf. Daar hopen wij dat we dit jaar wat ruimte met elkaar kunnen vinden om daar een stap in te maken. En we zien dat trends als het nieuwe leven en werken en de toename van de ICT-technologie mensen de mogelijkheid bieden om anders om te gaan met hun mobiliteitsvraag. En we denken als mensen meer afgewogen besluit zouden kunnen nemen over wanneer men reist of van welke vervoersmobiliteit je dan gebruik maakt, dat daar cruciale kansen liggen voor het openbaar vervoer in die mix. Dus als we met elkaar het met ICT en openbaar vervoerders, het openbaar vervoer voor de reiziger meer efficiënt, aantrekkelijk en veilig kunnen maken, dan liggen daar grote kansen. Ja, ik denk als men geïnteresseerd is om te weten van nou ja, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van openbaar vervoer en wat gaat er allemaal gebeuren in 2014 en verder, dan denk ik dat het congres, openbaar vervoercongres, bij uitstek the place to be is. Als we het OV met elkaar meer relevant en aantrekkelijk willen maken, dan moeten we dat samen doen, niet alleen als vervoerders, maar ook met partners. En daar is bij uitstek het congres de geschikte plek voor.